Dat is een tafel. Goedemorgen, welkom bij een nieuwe video. Oeh, jij zegt het regent niet. Nu begint het weer te regenen. Wij zijn al vroeg wakker en we gaan niet naar de voetbal vandaag. Maar we gaan naar een event van mijn werk. En ik probeer hier de auto open te krijgen. Voilà. En dat event vindt plaats in de Kinepolis in Hasselt. We gaan dus naar de film kijken. Een tekenfilm voor kinderen. Dat is een event dat voor de kinderen gedaan wordt van de werknemers van het bedrijf waar ik werk. Dus dat is wel superleuk. Het is 8:47 en we moeten er om 9:30 zijn. Dus dat gaat net lukken. We gaan op tijd zijn. Mooi, mooi. En dat is eigenlijk het enige wat we nog moeten weten. Wat gaan we snoepen? En als je hier Noorke ziet zitten... Gaat het? Ja. Ben je nog moe? Ja. Rust maar een beetje. De film die we gaan kijken heet dus Strange World van Disney. En we kunnen nu naar binnen gaan, hè, want Noah is heel nieuwsgierig. Een film. Wat, hè? Daar is ook nog een film. Ja, De Gelaarsde Kat 2. En waarvoor was jij nieuwsgierig, Noah? Voor het eten. Ah, Noah komt niet voor de film, maar voor het eten. Dat is een speelgoedwinkel hier. En dat is mooi gesloeg. Ja, echt, hè? Ik vrees dat we niet meer naar een andere cinema kunnen gaan, dan we altijd naar deze moeten gaan komen. Dat is ook in de cinema. Ja. Maar het gaat ook niet altijd helpen. Noah heeft het moeilijk met keuzes te maken welke snoepjes hij moet nemen. Dat is veel. We hebben budget gekregen van iedereen krijgt zoveel om snacks te nemen. Maar ik denk dat dat budget zelfs volledig opgaat naar Noah. Zeg Noah, heb je dat al gezien daar? Kijk daar. Een M&M-machine. Ja. Heb je dat al gezien? Dan kan je de kleur kiezen. Ja. Is leuk, Noah. Ja, maar deze ketchup. Wat heb je al? Oké. Ga je nog pakken of is dat genoeg? Nee, ik ga nog pakken. Want het is de leukste dag van de wereld. De leukste dag van de wereld? Dat dan trouwens snoepjes in de cinema en nu aan. Ah, nu hier aanschuiven. Wauw. Ik denk dat ik wel thuis bij ben. Ah. Ik heb hier ook nog popcorn, nog drinken en daar nog M&M's. Schat, zoveel snoep. Ja, je niet, dat is allemaal M&M's. Ja. Voor meer dan 25 euro aan snoep in de ochtend. Kijk eens hier bij het tafeltje. Goed, hè? Ze hebben wel veel gepakt, hè, niet? Nee? Dat is de aardbeien die groot is. Ah. Ga je die allemaal nu opeten of is dat ook voor thuis? Ook voor thuis. En Noah heeft een cadeautje gekregen. We gaan zien, we gaan eerst op ons plaats zitten. Precies, in de zak van Sinterklaas. Oh ja. Het is pauze in de film. Het is wel een goede film. Het is wel een leuke film, hè? Ja. En ja, Noah heeft juist een cadeautje gekregen. En nu zijn we aan het wachten voor deel 2 van de film. En Noah, is het lekker, vriend? Misschien is het nu al gedaan. Nee. Het is nog eventjes en dan is het gedaan. Ja, dat was een heel mooie film. En Noah was heel content, want snoepjes en alles. En hij heeft dan nog een cadeautje. De rugzak. Maak uw rugzak. Wauw. Een beetje reclame maken voor papa zijn werk. Zeg Noah, wat vond je van de film? Nee. Ja?
Want het was misschien een beetje moeilijk om te denken, want we zaten in een lichaam, hè? We zaten in een lichaam, want we zagen een hart. Dat is eigenlijk wel mooi gevonden, die film. Ja, moet ik oppassen met al die auto's. Maar we kunnen wel door. We gaan van de ene zijn werk naar de andere zijn werk, schat. We zijn hier bij de T2-campus, dat is van de VDAB. En het is vandaag de wetenschap, de dag van de wetenschap. Dus dan gaan we hier van alles kunnen zien. We hebben niet zo heel veel tijd, een uurtje. Maar dan gaan we zien wat we hier kunnen bekijken of doen. Hè, Noah? Ja, maar misschien is daar nog iets leuks voor de gamingkamer. Ah ja, wie weet. Vinden we daar nog ideetjes voor de gamingkamer? Goed gezien, Noah. Oeh, die gaat snel. 3, 2, 1, ga maar. Zien dat we hier niet vastzitten? Oef, we leven nog. Hier, iets voor een gamingkamer. Wat, hè? Eerste verdiep, fotografie. Maar dit is een groot gebouw. Allemaal machines hier. Komt je dan hier werken, schat? Nee, je komt hier niet werken. Hè? Nee, maar ik kan hier wel komen werken. Zullen we hier in de bankje gaan zitten? Nee, nee, nee. Dat zijn leslokalen, hè. Ah, oké. Okay. Dan wordt blijkbaar ook les gegeven. Maar we gaan eens kijken hier in het midden, hè. Ik zie al redelijk veel volk hier. Wat zeg je nu? Links. Oké, staan. Omdat dat er nog niet in zit. Dus wij moeten die nog gaan leren hoe die dat moet doen. En hoe gaan we dat doen? We gaan hier op een plusje met het pijltje naar beneden doen. Nog iets aan het duwen, denk ik. Ja, perfect. En dan ga je hier op duwen. En dan ga je naar rechts moeten bewegen. Dus je gaat op een pijltje naar rechts. Dat enorme. Zie je, dan beweegt die. Nu moet je zorgen dat die hier boven het blauw gaat komen. Het zijn precies videospelletjes, maar dan in het echt. Ja. Een klein beetje, heel klein beetje. Ja, perfect. Nu gaan we hier op oké duwen en dan hebben we eigenlijk opgeslaan dat puntje. Ja. Nu gaan we nog eentje toevoegen, dus je mag er nog één op doen, omdat we nog... Hier mag je ook op doen. Wat moeten we nu nog doen? Waar moeten we nu naartoe? Als we hier onder komen, naar waar moeten we? Naar beneden, dat is deze. Dat is naar voren. Dat is eigenlijk die hier rechts. Die, ja. Gaan we naar beneden. Een klein beetje. Ja, stop maar. Ja, perfect. Dat is goed gedaan. Dus we gaan hem opslaan. En wat moet je nu nog doen? Als laatste. Wat denk je dat we nog moeten doen?
Je zet die, die houdt die vast, wat moet je nog doen? Die loslaten, hè. Ik kan hier nu nog wat blauwe te duwen. Doe maar door, ja. En dan kan je hier op open doen, ja. Hopla, heeft die losgelaten. Dan hebben we nu opgeslaan. Dus je hebt dat nu geleerd. En dan gaan we nu laten zien hoe jij dat hebt gedaan. Zo. En dan mag je hier op dat driehoekje duwen. Yes. Ja. Nu vertrekt hij. Eens. Goed gedaan, hè. Proficiat. Pennetjes voor jou. Je mag me die ander pennetje geven. Alsjeblieft. Goed gedaan. Dankjewel. Dankjewel. Wauw. Wow, we hebben een pen gemaakt en geprogrammeerd. Supergoed. Hier hebben ze ook dus tablets met robotten die kunnen rondrijden. Leuk, hè? Hoe je een auto maakt. Ja, auto bestuurd. Dat ken je ook al, hè, met de drone vliegen. Heb je dat eigenlijk al gedaan? Ja, hè? Ja, wel. Ik denk dat wel, ja. Dat moesten we nog eens gaan doen, hè? Ik heb het nog niet gedaan. Maar we moeten dat thuis eens gaan doen, hè? Ja, we hebben dat thuis gedaan. En hier is de bedoeling om een windmolen te maken. En dan kunnen we die zelfs gaan testen. Als die effectief goed werkt of niet. Ik heb een daarop zetten. Dus die mag je daarop zetten, ja. Zo. En wacht even. En nu moet je op de knop test duwen. En dan moet je zien hoe hoog die komt. Even wachten. Oeh, er is iets mis. Er is iets fout. Dus we gaan die pakken. En we gaan die moeten beter maken. Oké, okay. We hebben onze nieuwe versie gemaakt. Die gaan we dadelijk testen, als die wel werkt. Wat denk jij? Ik denk het. Denk het wel? We gaan het zien. Zo, en nu weer op de knop die we testen. Oh, kijk eens hier. Kijk eens hoe goed je werkt, Noah. Top, hè? Je hebt de witte gemaakt. Ik vind het wel super knap. Je hebt met een robot gewerkt, je hebt een pen gemaakt. Chic, hè? Je hebt hem super goed gedaan. Maar nu richting Miswijk. Voilà, we zijn terug thuiskomen. Mooi op tijd, of vroeg. De voetbal. Goedenavond, laten we hopen dat hij een goede dag heeft, Kevin De Bruyne. Ik denk niet dat de Shell vandaag geholpen heeft, want ze zijn verloren. Maar wel heel goed nieuws, vooral voor mij en Noah en Ellen. Kijk eens hier, Ellen heeft eten gemaakt. Lekkere lasagne met spinazie. Ik heb heel mooi zo... En Noah heeft de tafel gedekt en meegeholpen met de lasagne, hè? Ja, en Martin is wat te zeggen. De borden, de fles. Hij heeft dat goed gedaan. Ik heb een melding gekregen dat volgende week het broodblad zou toekomen. Of de week erna. Het wordt volgende week geproduceerd. Maar mijn kastjes die ik enkele weken geleden ben gaan halen bij de IKEA, die zijn nog niet klaar. Die staan hier. En dus tijd om die proberen te gaan maken. Als dat gaat lukken, want met IKEA-meubelen weet je dat nooit. Ik heb hier de handleiding. We gaan dat stap voor stap volgen, hè. Want anders dan, komt dat nooit niet goed. Ook werken, hè. Onderavond. We zitten nu in de zetel. Het was vandaag eigenlijk een heel leuke dag. Zeker de cinema en Noah, al die snoep wat hij leuk vond. En dan ook die technologiebeurs was leuk. Alleen jammer dat de Roy daar was verloren hebben, maar ja. Daar kunnen we niks aan doen, hè. We hebben lekker gegeten. We hebben ook een bureau in elkaar... een bureau. Een kastje van een bureau in elkaar gezet. Nog één te gaan. En dan kan het blad erop. En nu is het tijd om deze video af te sluiten. Dus ik zou zeggen, dank je voor het kijken. En graag tot de volgende keer. We'll be right back.